Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat de staat er niet onderuit komt dan uiteindelijk stroomtarieven te verhogen, zoals aangekondigd. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman geeft aan dat niet vergeten moet worden dat de sector ook afhankelijk is van brandstof, wat bepaald wordt door wereldmarktprijzen. Wanneer we kijken naar wat nodig is voor die elektriciteitsvoorziening, ja, bijna alles uit het buitenland moet komen. En daarvoor heb je keiharde dollars nodig. Geen enkele leverancier zal zeggen van ja, het gaat om Suriname. Ja, ze hebben het moeilijk, we gaan een lagere prijs aanbieden. Dat werkt niet zo. En die het andere belangrijke component is olie. Ja, en het is zo dat wij een internationale prijs moeten handhaven voor die olie. Ja, mensen hebben kritiek daarop, maar dat is het. Het kan niet anders. Tenzij wij zeggen, wij bepalen als Suriname van laten we die, want het punt is dat staatsolie leningen heeft bij internationale banken. De bewindsman benadrukt dat banken zekerheid nodig hebben dat hun leningen terugbetaald zullen worden. En daarvoor hebben ze een convenant gesloten met staatsolie. En ja, het heet het armslengteprincipe. En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze doen eerst onderzoek voordat ze zo een lening verstrekken, lokaal. En ze willen zich verzekeren ervan dat staatsolie niet marktconforme deals aangaat met de overheid of aan de overheid gerelateerde bedrijven, waardoor het bedrijf in financiële problemen komt. En wat tot gevolg kan hebben dat die lening niet terugbetaald kan worden. Daarom gaat men internationaal ja, het armslengteprincipe aan. Om te voorkomen dat er niet marktconforme deals worden gesloten. Banken zouden volgens Abiyamofo in één keer kunnen overgaan tot het opeisen van hun geld als staatsolie geen marktconforme deals afsluit. De minister wil niet dat staatsolie hetzelfde lot ondergaat als andere staatsbedrijven waar het mis is gegaan.